Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend kunnen we zien dat een groot deel van het land te maken heeft met wolkenvelden. En dat trekt ook een gebied met regen van zuid naar noord over het land. Halverwege de ochtend is het ongeveer 16 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 17 tot plaatselijk 21 graden. Vanuit het zuiden breekt dan af en toe de zon door. Maar vrij snel trekken er ook weer een aantal stevige buien over het land. Mogelijk zelfs met een klap onweer. De wind is zwak of matig en waait uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond komen er nog een paar buien voor. Verder hebben we een afwisseling van wolken en opklaringen. En halverwege de avond is het de graad of 17. Dan morgen ziet het er redelijk uit in eerste instantie: een beetje zon, ook wel wolken. Maar vrij snel ontstaan er ook weer buien die trekken van west naar oosten over het land. En vooral landinwaarts kunnen ze stevig uitpakken met lokaal onweer: het wordt 17 tot plaatselijk 20 graden. Dat is ook de temperatuur op de zondag. Het aantal buien is dan wel wat minder geworden. Maar helemaal droog blijft het nog zeker niet. Op maandag gebeurt dat wel. Hooguit in het Noordoosten een buitje. En dinsdag is het helemaal droog. Vooral vanaf dinsdag wordt het warmer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.